Hallo jongens en meisjes natuurlijk. Vandaag ga ik jullie mijn liedje laten horen. En ik ga jullie deze week ook terug in de tijd nemen. In het volgende terugfragment ga ik jullie een gedichtje laten horen. Dat doe ik zelfs was, ik kon pas lezen. En ik las een gedichtje voor mijn vader. Heel kijkplezier! Mijn papa is de beste en de leukste. Mijn papa die is altijd kampioen. En daarom wil ik op Vaderdag voor mijn papa op Vaderdag iets bijzonders doen. Ik ga voor hem dit versje zeggen. En dit pakje geven, dat heeft hij wel verdiend. Mijn papa is niet alleen mijn vader, hij is ook mijn allerbeste vriend. Lieve papa, jij bent groot en ik ben klein. Maar ik vind het echt fantastisch dat we dikke vrienden zijn. Jij bent gewoon een held, veel meer waard dan geld, meer dan 100 miljoen. En daarom geef ik je een extra dikke zoen. Je kapoen, Emma. Maar wij moeten dat gedichtje dus voor de klas leren kennen. Ja. Petersnoep eten veel bollen. Daarom is zijn buik gezwollen. Alle dagen Coca-Cola voor het eten. En daarna, al wat zoet is eten graag. Het verhuis vlug naar zijn maag. Toch, dat liedje duurt niet lang. Petersnoep wordt weldra bang. Want door vele snoepjes eten, zijn zijn tanden vlug versleten. En zijn haar valt ook al uit. Alle kinderen roepen luid. Kijk, die jongen met zijn pruik. Dat is Peter Suikerbuik. In het volgende fragment gaan jullie een stukje zien van dat ik zo tegen toe naar broer Frank van Broer Zoekt Vrouw. En daar heb ik dus voor hem gezongen. En dat gaan jullie ook zien. En dat is ook opgenomen door Shownieuws. Dus ja, dat vond ik eigenlijk ook wel heel speciaal. Boer Jan aan de boerderij, daar liepen heel wat dieren rond. 10 kip en een haan erbij, 2 poes en een luie hond. Maar toen kwam er iemand bij het hek en zwaaide naar boer Jan. Wat is dit hier een leuke plek en wat een lieve man. La 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 la. Het was Katrijn. En in dit fragment gaan jullie ook zien dat ik heel veel van dansen hou. En ik was op mijn derde al een beetje zo. En daar gaan jullie ook een fragment van zien. Het volgende fragment ga ik jullie laten zien dat ik 6, 7, 8, ja, zoiets was. En ik deed mee aan een vertelfestival en daar gaan jullie ook een stukje van zien. Kijk, plezier! Hij schrok thuis en zei, ik ruik mensenvlees, vrouw. Waar zijn ze? Maar de vrouw zei heel zachtjes, snel, verstop jullie onder het bed, in de kast. Hebben jullie ook video's van vroeger, foto's van vroeger? Laat het weten in de reactie. Bedankt voor het kijken, duimpje omhoog. Veel kusjes van Emma.
abonneren, liken, reageren. Ik zie jullie tot snel!